En hier is weer een gloednieuwe straat. En dit keer met de vraag, de politie die gaat meer bekeuringen uitschrijven om meer respect te krijgen, verdienen, hoe je het noemen wil. Goeie zaak of geen goede zaak? Ik ga het vragen. Heeft u respect voor de politie? Nou, respect voor de politie, ja. Ja. Het is maar hoe zij mij behandelen. Het gaat namelijk hierom, er is in het nieuws geweest van de week, dat de politie om meer respect te krijgen, ja, verdienen, vergaren, hoe je dat noemen wil, ja, meer bekeuringen moet uitschrijven in plaats van 10 in de maand, 50 in de maand bij wijze van spreken. Ja, 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 ja. Wat vind je daarvan? Ik vind het goed. Vind je het goed? Ja, natuurlijk. Meer als je onder draaien, telefoneren, sommigen. Ik zie, waar is de politie? Er is helemaal geen politie. Dus, het gaat over de bekeuringen. Ja, nou, ze mogen best veel bekeuringen, vind ik prima. Ja, maar soms ook onterecht, hè? Onterecht. Ja, dat is moeilijk. Mevrouw zegt dus van, nou, ik vind het wel goed, want met bekeuringen in handsfree in de auto, dat moet, en niet met een telefoon, dat is levensgevaarlijk, dat ben ik het ook mee eens. Ja. En als ze zo'n vet bekeuring krijgt ze van haar respect. Ja. Maar natuurlijk, ja, respect. Ja. Wat vindt u? Moeilijke vraag. Het is moeilijk, hè? Ja. Want ik hoor al een paar keer van ja, respect krijg je niet, of moet je niet, kun je niet verdienen met bekeuringen uitdelen, maar dan moet je op een andere manier bijvoorbeeld, weet ja, u misschien? Ik had een keer meegemaakt, kreeg ik een bekeuring en het was maar 2 kilometer eroverheen. Nou, toen kreeg ik een bekeuring van 100 zoveel. Daar maken ze geen vrienden mee, hè? Nee, daar maak ik geen vrienden mee. Het was maar 2 kilometer. Het was in Leidschendam. Oh, dan op dat rotstuk, op de A4? Ja, ja. Nou, dat was het. Dat was een maand geleden. Dan heb ik nieuws voor je. Ik ben daar ook wel eens een lul geweest. Oh, en dan heb ik geen respect meer voor de politie, hoor. Nee. Maar even zonder gekken. Ik vind meer blauw op straat wel goed, zeg maar. Boeven vangen, weet ik veel. Ja, dat wel. Ja, dat wel. Want je ziet, want ik woon hier al zo lang. In het verleden zie je als nooit hier de politie te verriëren in de Boogaard. Nee. Oké. Ja, u vindt het allemaal, dus wel respect voor de politie, maar meer blauw op straat en gewoon boeven vangen. Ja, dat is het, ja. Duidelijk. Ja, duidelijk. Hey, dank jullie wel. Ja. En een fijne dag verder, hè? Ja, ik had net kennis gemaakt met eentje. Oh, in dat autootje? Ja. Oh, wat zei die? Of wilde dat niet kwijt? Nee, jawel. Hij zegt, u staat hier voor de invalide plaats. Ik zeg, ja, dat klopt. Oh, nou, kijk zo. Nou, waar is uw vrouw? Ik zeg, nou, die is even naar de bank. Oh, dat is goed. Prettige dag en verder. Oké. Okay. Ja, dat was het. Nou, zo is het wel netjes. Ja, ja. Ik bedoel, voor hetzelfde geld had ik hem er neergezet. En had u uw wagentje niet kwijt? Nee, dat is zo. Ja, toch? Oké, okay. Ja, is goed. Dus wel respect. Ja, oké. Okay. Dank u wel. Ja, oké. Okay. Doeg. Doei. De politie, die gaat meer bekeuringen, wil meer bekeuringen of moet meer bekeuringen uit gaan schrijven om meer respect te krijgen, te verdienen. Wat vindt u ervan? Nou, niks natuurlijk. Dat helpt toch niet. Nee, er zijn veel te veel auto's. Er zijn veel te veel buitenlanders hier in Den Haag en Rijswijk. Dus de Polen zetten al de auto's in Rijswijk, want dat is al minder betalen. Als je bij mij in de buurt kijkt, woon vlakbij de Linnéestraat, staat het vol. Ja, maar vind je dat het een goed idee dat de politie dus meer gaat schrijven om respect te krijgen? Nee, tuurlijk niet krijg je respect. Volgens mij juist niet, krijgen juist ruzie erdoor. Mensen zijn tegenwoordig agressief ook. Dus. Wat kunnen ze beter doen om er respect voor te krijgen dan? Wat ze beter kunnen doen, ja. Daar zal ik geen antwoord op weten. Nee, dat zal ik niet weten. Maar geen bekeuring uitschrijven in ieder geval? Nee, dat zal niet helpen. Het betaalt niet. Makkelijk zat, dus. Wij moeten betalen. Je bent een kanjo, dankjewel. Dankjewel, alsjeblieft. Hey, bedankt hè. Doei.